Maar ik heb een vraagje. Ja. Mijn hond Ja. heet opeens geen Vunzel 88 Wolf meer, maar hij heet Zandsneuzel. Wat? Hoe heet die? Zandsneuter. Oh, dat is wat die Dave aan het lachen was net. Dave! Daarom was hij net aan het lachen. Jij niet opletten. Nee, jij dat oh, vijf wauw. Wanneer heb je dat gedaan, Dave? Ik vond je al verdacht giechelen. Ik zit gewoon ondertussen al die kisten uit te zoeken en ik was zo'n item of zo'n Nametag. Nametag tegen. Ik dacht, nou, ik moet hier even een grap uithalen. Ik span straks zo'n nieuwe Nametag in. Wauw. Ik vond het Zandsnuifel, wauw. Ik vond het wel heel zandsnuiter. Of moet je zelf beter zijn naam goed? Het is best beter dan meelsnuiver. Schrijf tenminste zijn naam goed. Schrijf Schandel tenminste goed. Oh nee, Schandel is vandaag met de T. Schrijf zo! Z-A-N-D! Ja. Maar dit is een hond, hè? Het is geen dus, zand. Dus? Het is een dyslectische hond. Ja. Mijn hond is niet dyslectisch. Het is net als Sint Bernhard, maar dan anders. Zand. Sint Bernhard. Of weer als je mijn hond naast verandert. Ik heb geen nametags meer. Goed zo. Is iemand nog botten? Nu. Nee. Hebben we alle botten opgebruikt? Hoeveel ver zijn we? We zijn pas de helft van de kamer. Jezus, er moet veel in. Wiens idee was dat om dat te doen? Wat? ja, jo. Ik had al allemaal andere ideeën. Ik weet niet wat je erover hebt. Zijn jullie al beneden? Zijn bij die village? Jo. Wat? Oh, bij de village, ja. Naar de village gaan. Zijn jullie al beneden? Daar ben ik geweest. Nee. Oh, is helemaal, heb je teruggeplant? Ja. Zandsnuiter. Ik kom weer binnen. Oké, wat kunnen we hier dan ook doen? Dus moeten we maar even wachten met deze vloer. Nu wil ik eigenlijk vloer. Toch wel graag een nieuwe nametag. Ja, heb ik. Wat zullen we nu gaan doen? We kunnen verder met... ja, de vloer kunnen we niet, omdat we geen botten meer hebben. Mm-hmm. We kunnen aan die, koelingsgeheime kamer werken. We moeten ook nog een waterput. Oeh, we hebben 19. Een waterput. Moet ook nog. Ja, ben je een waterput of een fontein? Of misschien de fontein ergens anders? Of zullen we hier nog ergens gewoon een tweede huisje beginnen? Of aan een wisseltoren? Oh, een wisseltoren, moet ook nog. Ja, zullen we dat dan doen? Prie. Ja, ik denk niemand antwoord. Hallo jongens, attentie, zijn jullie nog wakker? Ja, ik ben even alles aan het uitzoeken. Kom op, Dave, we moeten samenwerken. Waar hebben we het over, joh? Vertel nog eens. Gaan we over een wisseltoren. Over een wisseltoren? Hadden we een wisseltoren? Jo. Was er een wisseltoren? Kom je, Dave? We zijn bijna klaar. Ik heb nog één kistje. Eén kistje nog, oké. Eén kistje. Oh, kijk, nog meer torches. Daar waren mijn torches dus. Dieren erop, ploef. Heb ik één. Oké. En eigenlijk moeten we ook nog een soort van lantaarnpaal of zo. En alle torches staan op de grond. Ja, dat is toch wel wat ze meer moeten die nog voorzien. Oh, ik ben hier lang niet meer geweest hier. Ah. Ik ben hier lang niet meer geweest. Met de tafusie, joh. God, ik ben hier lang niet meer geweest. Ik weet, wat is dit voor een gebouw? Oh ja, de Vinci zit daar. Ik ben de Vinci helemaal vergeten. Niet naar binnen, jullie. Niet naar binnen. Niet naar binnen. Hey, ik hoor een zombie. Er staat een zombie daar binnen. Even kijken. Oh ja, dit is een beetje de plannen wat we hebben. Wat? Een beetje veranderd in een zombie. Er staat een zombie binnen. Of is dat een van de experimenten soms? Ja, dat zou kunnen. Eén oplossing. Ah, ja. Ja, ga lekker zijn met experimenten. Maar zoals je kan zien, de kasteel is beetje, al een beetje uitgebreid. Maar dit kon ik niet lezen. Door de hartjes. En zijn we nu ook gewoon aan de... Dianne, ik weet de naam niet meer, wisseltoren werken. Mijn hersenen beginnen letterlijk uit te vallen. We hebben hier ook nog kisten. Yep, hier zijn ook nog kisten met spullen allemaal. Misschien moet... Botten! Botten, ik heb er twee. Een lava bucket. Okay. Een lava bucket. Oh ja, hier kwam de enchantment table eigenlijk, hè. Ah, ja. Hieronder, hier ja. Hier de top, ja. Hier bovenop, hieronder kwam zo'n ding met lava. Yes! Ja. En daar bovenop kwam de enchantment table. Zullen we dan dit ding proberen te maken, zo wat ik zei? Ja, dat is goed, ja. Yo, kijk je hondjes, Hij heeft een leuke kleurring om zijn nek. Wat de hel, wat heb je gedaan? Je hebt een paasring gegeven. Oh, dit is een zij dus. Ja. Oh, kom hondje, kom. Oh, dat is hier gevaarlijk. Yo, hoe gaat je hond heten? Sabrina? Sabrina. Dat is wel een leuke naam.
Ik ga dadelijk Skeertje Sabrina noemen. Oké, zullen we dit maar eens even... Ik had eigenlijk... Heb jullie Obsidian? Het Waterflow moeten noemen. Ik heb geen Obsidian. Ik check de kisten wel even. Ik heb 7 Obsidian. Waarom wil je Obsidian? Of wacht, laat je zien. Ik heb iets beters misschien, dat in een Flow Sand zou wel leuk zijn. Oh ja. Yeah. Want wist je nog wat ik idee had van elk hoekje? Komt één kant lava, één kant water. Ja, en dan weer lava, water. Water heb je en dan kan je met... Glowstone. Om het zeg maar af te snijden. Nether brick, wil je dat nog gebruiken? Fuck, ik zit hier vast. No! Doe ik dit gewoon even met cobblestone opvullen. Dan zie je het dadelijk niet meer. Want dit moet toch... Je moet dit wel doen, maar... Netherrack. Wou je het dan op een andere manier doen? Netherrack. Ja, dit hier moet nog weggehaald worden, deze hoeken hier. Oh, oké. Okay. Ja, je moet rekening houden dat er ook een glasplaat bovenop moet, hè? Ja, ja. Geen zorgen. Gewoon dit beetje de hoekje weghalen. Dat is mijn schep. Zo. Ja? Ik heb een opdracht voor je. Help toch mee. Opdracht? Glas. Voor glas regelen. Hey. Oh, wat de hel? Wat is dat? Wat de hel? Er zit geen glas in. Waarom zit er geen glas in? Book of Quest? Huh? Oké, okay. Oh wauw, dat is een sterke zwaard. Wat zo is dit? Plaag van de ondoden, wow. Dit is een overblijfsel, daarom komt hier een wizardtoren. Dit is een magische plek. Het is een magische plek. Dit is creepy, oh, jongens, dit is heel creepy. Ik heb weer wat om te sorteren. Wat? Het boek, wat staat er in het boek, Dave? Oh, boek is, ik zal wel weer me opofferen om te voortlezen. Opofferen noem je dat nog. Hey, vergeet... Oh, hij is eigenlijk best wel onduidelijk, want... We weten niet eens van wie het is. Er staat ja, het niet. Begint gelijk met vergeet niet. 848 48 min 2601. Het lijkt bijna een boscode eigenlijk. Nee, het leek mij een soort van schatkaart of zo. Is het misschien kon je naam wat kunnen dat? Ook doet nooit, maar dan ook nooit te diep graven. Vogel bladzijde. De vogel bladzijden zijn leeg. Oké. Okay. Wat waren zal ik weer antwoorden? Ik schrijf wel gewoon oké. Okay. Vogel bladzijde. Mag ik het zien? Groetjes van Funzo. Met u. Groetjes van de waakhond. Zand. Snuiver. Snuiter. Wow. Oh, snuiter. Snuiter. Ver. Snuiter. Nee, snuiver vandaag. Je weet niet eens hoe jij mijn hond hebt genoemd? Nee, want ik moest snel langs rennen. Dat was snuiter. Nou, snuiter dan. Snuiter. Oké, okay, mag ik het boek eens zien? Ja. Laat maar eens zien. Oh, daar. Ja, ja, ja. Het is slow set. Oké, dus dat zijn coördinaten, toch? Ja, dat zijn wat zijn de coördinaten? Min 884. En dan komt er 48. En dan min 2601. Kom er zo bekend voor. Waar komt jou bekend voor? Ik weet niet, die getallen komen bekend voor. Zullen we daar eens naartoe gaan? Deze diamond is echt, jongens. Ik heb net een tand gebroken. Kom, laten we daar naartoe gaan. Ik ben min 800? Min 800. Ja, ik doe even F3. Dus dat is naar het oosten. Dat is naar het oosten. Dus we gaan eerst naar het oosten. Dus okay, we moeten... min 848. Hey, dat is daar naar beneden. Dimitri? Ja. Yeah? Had jij die coördinaten ook niet op een map waar jij naartoe moest lopen vroeger? Ik kan me nog iets vaags in. Oh. Ja, maar dit, oh, wacht. Ja, dat is in de buurt van mijn... ja. Dat is in de buurt van mijn burcht. Oh. Van jouw kasteel waar je gewoon makkelijk in kan lopen. Oh, laten we anders je makkelijk eerst in kan lopen? Laten we eerst daar naartoe lopen dan. Ja, laten we daar eens naartoe lopen. Makkelijk in kan lopen? Ja, over ja, de weet berg. Je dat niet meer? Over de berg. Het is een illusie. Dat is niet echt. Dit is gewoon een... Oh. Ah, kom op. We hebben jezelf laten zien. Oké. Okay. Dus we gaan maar even naartoe. Dan ben ik wel benieuwd wat is er eigenlijk allemaal? Jouw mensen, werken die dan nog? Ik dacht dat je ontslagen was. Ja. Yeah. Toch? Nee, wij hebben hem overgenomen. Oh ja, we hebben jou overgenomen. Ja. We hebben gezegd van, kom hier!
Oh, ja, toen kwam ik ook heel graag. We hebben gewoon gedominated. We hebben gewoon je land beroofd. Je had toch zo'n brief gekregen, ik kan me nog herinneren eigenlijk, dat je zeg maar de partnership voorbij was. Ja. Dus eigenlijk heb ik die mensen aan hun lot overgelaten. Ik vraag me af, leven ze nog? Ik hoop het. Jawel, vast wel. Er moeten nog goede spullen daar zitten. Huh? Als het goed is. In ieder geval glas. Oh ja, dat is, ja, hebben we eerst nodig. Wiet. Oh, wiet. Wiet. Awesome. En loop je nooit? Van die pumpkins ben ik niet zo fan eigenlijk. Dus ik haat pumpkins. Ik haat pumpkins. Ik heb nog nooit pumpkins gegeten. Ik vind het echt ranzig. Ik heb nog nooit gegeten. Ik moet eerst proeven wat ik pas zeg. Pompoensoep heb ik wel eens gehad, dat was lekker. Ja? Mm. Oké, okay, we zitten al dichtbij 800. Oh, nice. Ik ga naar de 800 lopen. Oh, hey! Wat? Futso, ik heb geen opdracht meer voor je. Wat heb je gevonden? Oh, kijk! Oh, Jesus! Oh, hier jackpot! Wat dan? Glas, een kist voor mijn glas. Oh, Dimitri, had je dit niet eerder een kunnen dice zeggen? Dimitri, wat voor schuil is voor ons? Oeps. Wat verberg je voor ons? Dit hebben we even jongen al gezien. Ja, dat waren we helemaal vergeten. Oh, kijk hier! Kom eens hier kijken, deze kist. Ja. Oh, kijk hier! Maar, dit is een jackpot. Dat toch die alles. Kijk eens hier. Oh mijn god, we komen nooit mijn glas te kopen. Het valt me wel op dat er verder niemand meer is. Oh, iedereen, het is een spookstad geworden. Yep, alles is voor ons. En wee! Alles is voor filmhuis, alles is voor filmhuis. Hey, Jodas, ik ga die god. Ja? De god? God? Wat? Ja, de zandbij. Oh, ja. Oh. Is dat waar de coördinaten naartoe gaan? Eens kijken. Coördinaten zijn nog steeds min 848 en dan 48. Oké, ik ga naar die coördinaten toe. Ik ben aan het schrikken. Ik wil die aarde. Ik ga met jou mee. Ik ook. We zitten eigenlijk, ik kom hier maar even kijken voor de grot. De kijkers ook een beetje nieuwsgierig zijn. Ah, ik ben dus dit is de zandgrot? Ja, ik ben iron verzamelen, want er zit hier allemaal iron. Is de zandmijn hier, zeg maar. Maar je oude zand voor verzamelen voor de man die je ontslagen heeft. Mm-hmm. Kan je hem eens een keertje ook wraak nemen op hem? Ja. Nou, wraak is eigenlijk best slecht. Is wel, ja, is wel slecht. Is het niet op? Oh, hier liggen ook allemaal wiet. Hier is ook een boerderij in de buurt. Als je deze kant op gaat, is allemaal... Oh, wat is dat? Ja, die is richting 800. Oh, oké. Okay. Oh. Skelet. Oké, skelet. Van een creeper. Wat is dat voor de creeper? Wat is dat voor de creeper? Voorzichtig. Dimitri, creepers ontploffen. Ja. Botten, verzamel de botten. Okay. Min 800 hoeveel? Okay. Min 848. 848. Ja. Goh, het is wel bijna... Het is net geen dolof, die god. Dit is juist hierachter zo. Oké, ik ben heel vlak in de buurt nu. Ja, ik zit nu op 848, ja. Dat is deze. En dan... De Z? Eens kijken in een boek. Waar ben je? Is, de Z is minst 2601. 2601? Dat is deze kant op. Oké. Dit is het getal. Ik zie onder het water gewoon. Oh, hey. What the hell? Blub, blub, blub. Wat is dat? Blub, blub. Wat zit hierin? Oh, er is hier iets. Oh. Oh, shit. Ik. Oh, shit. Oh, God. Door, ik heb het eruit. Attack. Snel weg. Ah. Hallo. Vechten. Zijn guardians. Pas op. Doei, jongens. What the hell? Oh, zoveel zombies. Zoveel zombies. Slaan neer. Waarom zijn die... Wat is hier allemaal? Oh, ik ga nu door. Ik heb torches. Een kaartje. Iets. Ik weet niet wat het is. Ik heb het snel uitgepakt. Van boven. Ah, wat heb je? Is de kist? Ik heb geen zwaard. Is de kist leeg? Ik heb me eerst water in, inderdaad. Is de kist leeg? Ja. Wat is dit? Ja. Zit hier eens even checken. Ik heb het al gecheckt. Kist is leeg. Wat zat erin, Dave? Wat zat erin? Zo kijken verlicht het eerst. Ik wil niet weer een pijl in mijn achterste hebben. Oh, er waren echt veel. Okay. Ja, man. Oké, okay. F3 kan weg. Wat de hel is dit erin? Oké. Wat is dit? Het is een zwaard. Een zwaard? Dimitri, volgens mij is dit jouw zwaard. Het is nogal pittig. Het is nogal pittig. Hoezo is het Dimitri's zwaard? Nou, het gaat over het zwaard waar hij het over had. Dit is het zwaard! Dit is het gewoon! Dat is sambal. Kijk naar het zwaard.
Mijn inventory is vol. Dit is het. Dit is... Sambal? Waar de legende over gaat. Wat is de legende dan? De legende. Het machtige zwaard wat ooit ergens hier in de buurt verstopt was. Dat is gewoon hier. Ja, maar... waarom is, wie heeft het zwaard gemaakt dan? Weet ik niet. Maar, waarom is het niet van Diamonds? Want dat is sterker. Ik denk dat Diamonds misschien moeilijk te krijgen was in die tijd misschien. Denk je? Ja. Nou... maar kijk hoe sterk het is. Het is sharp dus 5. Knockback 2. Dat heeft 2. Deze plaag van de orde ook. En Fire's aspect 2. Wauw. En ook nog, wauw. Nou, Dimitri, jij kan... plus 12.25 damage. Wauw. Nou, Dimitri, jij kan ons goed beschermen. Oké. Okay. Wauw. Alsjeblieft. Sambal zwaarder voor jou, raak hem niet kwijt. Of halleluja, halleluja. Nee. Blup, blup. Nee, die god is er niet in deze wereld. Sharpness 5, oh, praise Notch. Notch is de god. Oh, praise Notch. Oh, maar Funch? Ja? Jij moet toch, jij bent de plaag eigenlijk een beetje. Ja, dus ik ben de plaag heeft. Van ja. Ja. Wat zou dat die zwaard eigenlijk? Plaag van... Might 5, Fire Aspect 2. Heeft het een speciale naam? Plaag van de ondoden. Ja. Plaag van de ondoden. Oh, dan kan je goed de doden plagen daarmee. Ja, echt. Je moet de doden. Dan ga je zo, puk. Puk jou. Elke zombie. Trouwens, ik zie dat trapdoors daar beneden nog. Ik weet niet of dat echt naartoe leidt. Ik weet het niet. We kunnen eens checken. Maar weet leuk je, avontuurtje. Weet je waarom die zwart ook een beetje op hem lijkt? Als het Pot! Ware? Kool! Moet hier de kool verzamelen wel, jongens. Die moeten we hebben. We komen kool tekort. Hij Funzo kwam maar een beetje als een plaag aan, hè. Met de vliegtuig. Dus dat past er ook wel een beetje bij. Ja, dat vliegende met de vliegtuigcrash. Ja. Oh, ja. Met dat ongoddelijke demonisch ding. Een kist. Is dat hier gewoon een kist onder mijn voeten? Heeft hier jaren een kist gestaan? Of maanden? Of heel lang? Maar we moeten, heb je niet laatst zeg maar in jouw huis wel eens een keertje een boek gevonden? Zeg maar met dat verhaal moeten we die voor de keer eens gaan opzoeken. Ja. Wat het verhaal van de legende is. De story of the legend. Dit brengt naar een ravijn. Een ravijn? Ja. Ravijn. Oeh. Avontuur. Het is avontuur, hè? Het is altijd avontuur. Een ravijn is ook gekocht. Veranderen! Fuck! Ik schaam me dood. Wat? Veranderen! What the fuck? Hou op! Huh. Daar ben ik al. Met beneden! Het is veilig! Geronimo! Kom jullie ook? Banzai! ik dacht dat je van... Nou, hebben jullie gedacht dat ook ors op dit niveau kunnen hangen? Ik had gewoon zelf een beetje voor je. Het is een avontuur. Heeft iemand toortjes? Ja, ik heb er nog twee. Nou, twee, oké. Okay. Maar ik ben boven. Ik heb er 21. Ik heb magisch gas gevonden. Enderman. Kijk hem aan. Kijk hem aan, tot hij hierheen komt. Kijk hem aan. Done. Lafaard! Hey, ik hoor hem. Dat doe je ik hoor zo. Hem. Ik hoor hem. Hoppakee. Wat? Wat? Oké. Nou, kijk waar ik nu sta. De Enderman ging hier. Ja, pak die Enderman snel, voordat hij weg is. Enderman. Ik heb nooit geloven dat ik gewoon dat magische zwaard heb. Toch dat? Gebruik het slim. Oeh, cool. Ik heb coolie-cool gewonnen. Coolie-cool. Het is niet donker. Hey, jongens. Ja? Ik ben bang. Waarom? Ik heb een alleszienende oog. Heb je een ander oog? Ja, ik heb een awesome. Eye of Ender, maar dat kreeg ik uit een van die kisten van de Wizard Tower. Jongens, vanaf nu zie ik alles. Hij ziet alles. We zien dus dat zo'n oog van Sauron heeft, weet je, van Lauren Inks, wat de vijand alles ziet. Hoe heet dat ook weer? Dave, ik raad je aan om bepaalde blokken eromheen te doen, gevonden. Tot het niks ziet. Heb je duimpjes gevonden? Jo, ik heb het in mijn hand. Waar ben je? Niet in je hand stoppen, door het weg! Nee, het kriebelt zo lekker. Nee! Het kriebelt zo lekker. Dat gaat nooit goed. Dat gaat nooit goed. We moeten achter Dave aan. We moeten achter Dave aan. Snel. Iedereen achter Dave aan. Is het erg als ik achter Diamonds achter ga? Want, Diamond... Ja, is goed. Die Diamonds zijn belangrijker dan Dave. Dave, waar ben je? Diamonds zijn belangrijker dan Dave. Oh, het kriebelt zo lekker. Dave, waar ben je? Deze dat is zo verkeerd. Je hele prikkels gaat via je vingers, dat je hem aanraakt. Gaat zo je arm in.
Kom, we moeten dit niet kwijt maken. In je borst, been. Ik ben al iedereen. Ik ben hem kwijt. Ik ben hem compleet kwijt. Dave, ja. Ik heb Dave, het is luister eens goed. Ja. Dave, luister goed. Ik heb nog zo'n oog voor je. Kom maar. Ik hou niet van ogen. Maar dit is een ender eyes, een eye of ender. Ik heb er nog eentje heb voor. Heb jij nog zo'n alleszienende? Ja. Dan kan jij me zien. Nee, ik wil een speciaal voor jou. Ja. Dan kun jij me zien. Kun je doen alsof het een ender eye is? Ik heb hem vast. Ja. Hij is een kleinere versie, maar ik heb hem vast. Ik heb nog een iron gevonden. Vroeg even tussendoor, hoor. Waar de hel is die? Dave? Het water. Dat water klinkt ook zo vredig eigenlijk, Dave. In de grot. Dave? Ik zag hem hier. Het licht is zo mooi. Ik zag hem niet ergens. Dave? Beneden? Oh, en er is zo'n grote spleet. Ik heb hem gevonden! Dave! Waar is die? Hoi! Hey, waar is die? Jij lijkt op een kabouter. Dave? Kijk naar mijn naam, daar is Dave. Waar is je naam? Oh, kijk, hier kan je naar rijden. Kinderen, hier, Dimitri. Punzo, raak dat ding niet aan. Raak dat oog niet aan. Ik doe niet, ik blijf alleen bij Dave. Oh, ik zie je. Ik kom hier niet uit het water, jongens. Ik heb hulp nodig. Ja. Goed zo. Gooi eerst het oog. Dan helpen we je eruit. Ja, dan vlieg ik weg. Dat gaf hij als tip. Ah. Nee, laat het oog niet vallen. Doen. Het trekt je laat anders misschien mee naar beneden. Laat het oog zachtjes vallen. Kijk, het heeft ook speciale powers. Kijk! Nee, dat is het verkeerde oog! Oh, nu ben ik hier! Dave, kom hier! Rustig blijven, Dave. Ik heb hier een oogje voor je. Jongens, ik ga lekker op blijven. Jo heeft een oogje op je, Dave. Dave, dit staat kom hier! Ik ga niet meer op steen staan. Ik heb een fobie voor harde stenen. Een fobie van harde stenen. Nou goed. Dat is een oplossing daarvoor. Heb je iemand torches? Nee. Ik heb hier in het donker rond te rennen. Het is levensgevaarlijk hier. Ik heb torches. 44. Oké. Ik dacht dat je niet meer op steen kon staan. Ja, maar ik moet deze leuke items verzamelen. Dat is Dave, even. Dave, wil je wisselen? Waarom ligt hier met een bloemetje? Nee, dit is een oog. Dat is een ander oog. Voor die speciale... Dit is een hele speciale. Die oog kun je zelfs eten, Dave. Kijk, er zijn zelfs specialere andere ogen. Meerdere. Nee, luister. Als je deze eet, dan kan je alles voor alles zien. Ja. Eindeloos. Mm-hmm. Hoef je niet vast te houden. Dan voel je voor altijd een gekriebel. Geef het oog. Ja, geef maar. Jongens. Rustig het oog. Ja. Hoe kom ik hier? Dave, waar is het oog? Waar is de oog? Waar is de oog? Weet ik niet. Die is opeens weg. Heb je hele oog? Nee. Ik heb het oog niet. Waar is het oog naartoe? Ik weet niet waar het gebeurt, maar ik stond net nog daarboven ergens. Achter een Enderman aan. En zag je niks? Nou, ik zag een beetje zo'n lollipopland of zo. Allemaal kleurtjes. Geen idee. Dave, beweeg heel rustig, Dave. Volgens mij... jongens, Wat zei ik allemaal? Wat zei die allemaal? Dat jij hele gekke dingetjes, dat je gekriebel voelde in je naam buik? Was er een of zoiets, wat ik zei? Naam? Nee. Kan je naam herinneren? Ja, iets met alles of zo. Alles in de oog? Alles. Oh, jongens. Ja? Volgens mij worden we bespioneerd of zo, denk ik. Jongens, ik denk dat we maar moeten stoppen naar huis moeten gaan. Ik voel me hier niet veilig, jongens. Allemaal vast. We moeten weg hier. Goed, kom hier. We moeten weg. We moeten bij elkaar blijven. Hey, Futsal, blijf je achter mij, want straks word ik weer gek. Ik wil niet gek worden, jongens. Ik blijf achter je. Oké. Okay. Dimitri, blijf jij voor, omhoog mijnen. Ja. Dave, blijf jij achter mij en Futsal, hou jij Dave. Ja, ik hou achter ons in de gaten. Kan je me een voorbeeld geel geven van zoals er iets gebeurt? Oké, dat is goed. Oh, jongen. Jongens. Ja? Nee, dat is een torch. Oké, laten we nu snel naar huis gaan. Ah! Ja, moet hier weg. Ik wil gold hebben. Boom, Milan. Hey, jongens, weet je wat met mijn buurman is gebeurd? Jullie weten dat ik direct naast een tuincentrum woon, hè? Mm, dat weet ik. En die zijn, dat was eigenlijk een paar dagen geleden, dus zijn beroofd.